Dan komen je patiënten voornamelijk na een reanimatiesetting. We hebben patiënten met hartfalen of met een myocardinfarct, hartritmestoornissen. Ja, zodanig ventrikelfalen hebben die ondersteuning nodig hebben tot een harttransplantatie of een LVAD, een steunhart. Eigenlijk heel diverse populatie. Ik noem het eigenlijk hartbewaking plus. Op de Torx IC komen voornamelijk patiënten na een operatie aan hart of longen. Dit is puur gericht op de chirurgie. Je leert zoveel nieuwe dingen, want deze ingrepen doen ze niet overal. Het zijn maar enkele centra in Nederland die deze ingrepen doen. Waar het verhaal anders eindigt, kunnen wij toch nog iets verder. En ja, dat vind ik altijd wel het hele leuke van de Torx IC. Mijn rol op de afdeling interventiecardiologie is totaal anders dan de OK-assistenten, omdat ik veel meer contact heb met de patiënt. Ja, wakkere patiënten, dat is in het begin altijd een beetje wennen als je hier komt werken. Maar patiënten ervaren het als zeer prima en vinden het eigenlijk ook wel prettig, want ze horen precies wat we aan het doen zijn en hebben precies door dat het wel een hele ontspannen sfeer is. Dus dat is wel het leuke van het beroep ook. Uitslapen in een academisch centrum is anders als uitslapen of bijkomen in een perifere ziekenhuis. We hebben patiëntencategorieën die ergens anders niet meer geopereerd kunnen worden. Die worden bij ons wel geopereerd. De grote kick is om mensen bij te staan op hun meest kwetsbare momenten. Wij zijn gespecialiseerd in echte specifieke zorg die past bij hele kleine kindjes. Er komt beademing bij kijken, apparatuur om saturatie te meten, bloeddruk te meten, medicatietoediening via pompen. Een glimlach bij ouders op hun gezicht toveren, dat ze hun trots kunnen zijn op hun kind en dat ze het gevoel hebben dat ze iets bijdragen in de zorg. Dat vind ik heel mooi. Op de EVO komen patiënten die hartritmestoornissen hebben. En de meeste patiënten gaan ook niet onder narcose. Dat vinden patiënten vaak heel eng en daar is voor ons een grote taak weggelegd. Er is een behoorlijke kennis voor nodig, want het is een heel gespecialiseerd deel van verpleegkundig werk. Het kan heel zwaar zijn, maar zijn er ook hele mooie momenten waardoor je gemotiveerd blijft en ook sterk blijft. Het zijn de mooiste wezens op aarde, vind ik wel eens. Zo open, zo puur. Het dierbaarste wat je hebt is je kind en dat ligt heel ziek bij ons en wordt in onze handen toevertrouwd. Dat maakt het speciaal.